Vorig jaar heel spontaan wezen kijken bij Erwin en Cor. En dat heeft zoveel indruk op mij achtergelaten dat ik iets had van eens in mijn leven moet ik dat doen. Dus bij deze gaan we dat dit jaar doen. Waarom ik meedoe? Voor het goede doel. We gaan zoveel mogelijk geld ophalen voor KWF kankerbestrijding. Ik ben eigenlijk opgegeven door mijn broer. En hoort dat, maar ik vind het een heel geweldig doel. En ik fiets graag, dus ja, op die manier doe ik mee met Alpe d'Huez. Het is altijd goed om je in te spannen voor andere mensen. Hè? Dus om iets te doen voor een ander, dat geeft je een goed gevoel. En wat voor gevoel geeft jou dat? Ja, ik denk dat het echte gevoel dat pas komt als ik die berg opgegaan ben. Ik heb opgegeven dat ik 3 keer die berg op zou gaan. Ik denk als je de eerste keer boven bent, dat je een bepaald gevoel krijgt. Maar als je dan 3 keer recht gehaald hebt, ja, dat het dan helemaal onbeschrijfelijk is. Ik kan nu ook niet onder woorden brengen wat ik denk, wat voor gevoel dat geeft. Dat zijn die kanjes die dadelijk over 6 weken die Nederlandse berg gaan bedwingen. Allemaal in het kader van het KWF Kankerfonds. Deze 2 heren gaan daar ook zeker aan deelnemen. En de rest die gaat lekker die ronde van Gent rijden vandaag. Ik zou zeggen succes, ik ga van 10 naar 0 tellen. En dan kunt u van start gaan en krijgt u nog een ovationeel applaus mee hier in Gent. 10, 9, 8... 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dames en heren, succes! Ja, een mooi applaus lekker mee hier in Gent. Daar gaan ze. Kijk uit, want er is een smal stukje hier. Daar gaan die kanjes. Om 30 keer 1,2 kilometer te gaan fietsen. Eerst geneutraliseerd. Lekker bij elkaar blijven. Nog wat kletsen. Maar hou die veiligheid in de gaten. Want het is keren en draaien hier in die ronde van Gent. Voor die 3e editie. We zien die kanjes erbij, daar gaan die mannen en dames van de Alpe d'Huez. Geef ze een applaus mee. Dat is wat wij inzamelen, dus echt alle euro's. Dus niet onze kosten, want men wilde wel eens vragen van hoe bekostigen jullie alles. Onze kosten zijn onze kosten en wat wij binnenhalen is voor de KWF en voor de Alpe d'Huez. Dus echt alles wat wij doen, onderkomen, shirt sponsoring, de camperactie wat een groep van ons doet, sponsoren wij, betalen wij allemaal zelf. Dus elke euro die wij binnenhalen, die is echt voor het goede doel, voor de Alpe d'Huez. Gehad 4 jaar geleden. Ik ben sinds zaadbalkanker gehad en dus sinds januari 98 kankervrij. Dus 3 jaar kankervrij. En nou ja, ik weet wat het is. Een hoop familie ook die wat kanker heeft, een aantal mensen verloren. En nou ja, dus daarom wil ik zoveel mogelijk geld ophalen voor de Alpe d'Huez. Hartstikke mooi natuurlijk om voor andere mensen iets te kunnen betekenen. Dat is het mooiste wat er is. Ja, dat is natuurlijk geweldig dat er zoveel mensen zich daarvoor inzetten. Zo van, nou ja, we proberen met z'n allen om van kanker geen dodelijke ziekte, maar een chronische ziekte te maken. Dat is natuurlijk fantastisch. Als je weet dat 1 op de 3 dames borstkanker krijgen, 1 op de 8 in aanraking komt met kanker. Ja, wat kunnen wij dan doen met een gezond lichaam tussen aanhalingstekentjes, gezond? Ik bedoel, daar moeten we een bijdrage in verlenen. En als wij dat met een sportieve bijdrage kunnen doen, moeten we dat zeer zeker doen. Dus vandaar dat het kankerfonds zeker een heel goed fonds is.
om van kanker een, tenminste als ik Peter Kapitein goed moet geloven, om van kanker een beheersbare, controleerbare ziekte te maken. En dat is een nobel streven. En daar is heel veel geld voor nodig, voor het onderzoek. Ik had zelf nog nooit een wedstrijd gefietst, dus ik ging vrij gespannen hier naartoe. Ja, en dan kom je hier en dan sta je met elkaar en uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde doel natuurlijk, om zoveel mogelijk euro's op te halen voor het goede doel. Ja, en dan is dit echt machtig. Ik bedoel, met medewerking van de Lingentrappers is het natuurlijk vrij uniek dat ons geld wat we vandaag bij elkaar halen naar de Alpe d'Huez gaat, naar de Kankerstichting. Super mooi, super georganiseerd. We hebben de kans gekregen om ons te profileren. Ik denk dat het een geslaagde dag was met, ik denk 23 of 25 van ons team. Dus ja, dat komt helemaal goed. Ik denk dat we op naar de 120.000 gaan. We maken er wel van. Het is geweldig om met 25, 30 man uit de omgeving hier rondjes te rijden. En nou ja, de boel te promoten en te proberen zoveel mogelijk geld op te halen. Natuurlijk allemaal voor het goede doel. Hey, en de actie met de loting, wat vind je daarvan? De actie met de loting is super, denk ik. Hopen dat we ze alle 1500 kwijtraken, daar zit er een mooie bonus op. Dus dan allemaal een boekje kopen, allemaal in de familie, vriendenkring en dan komt het helemaal goed. Een hele mooie bijdrage van Polman natuurlijk, hè, voor de verloting van de Citroën. Wij hopen daardoor natuurlijk zoveel mogelijk ook geld te genereren. En de actie op zich is natuurlijk een hele mooie actie. Voor 10 euro een kans maken op een hele mooie Citroën C1. Twee vrienden met kanker. Gerald twee keer leukemie en een keer non-Hodgkin. Harry met een melanoom. En een vriend van mij, Thomas Seilma, die dan een keer de spinningmarathon heeft meegedaan. Die kanker heeft gehad, hetzelfde als Lance Armstrong. Die als tegenprestatie wilde dat ik mee ging doen met de Alpe d'Huez, vandaar vorig jaar mijn deelname. Ja. En eigenlijk was het eenmalig totdat Harry zei van ik wil zelf ook die berg op. Dus vandaar nu weer. Ja. En ook mensen enthousiast gemaakt, dat is het mooiste. Dat is je aardig gelukt. Dat is gelukt, ja. Dus nu met z'n allen op naar Frankrijk, een paar weken trainen en dan aan de slag. Het is wel uniek natuurlijk, over jou. Hè? Vorig jaar derde hier en uw eerste. Geweldig, toch? Ja, absoluut. Het is mooi om onszelf even in de kaart te spelen nu natuurlijk. En dan nog op het podium op deze plaats. Ja, betere plek kunnen we daar niet hebben, denk ik.